Harm, wil jij dit op de putje hierop leggen? Ja, is dit een voorbeeld? Dat is een voorbeeldje. Ah, dan, ja. En dan schuif ik jou gewoon een beetje van deze. Ja, beetje van die, beetje van deze. Ik geef je nog wat tomaatjes. Ja. En dan kom je al een heel eind, denk ik. Oké. Okay. Lukt dat? Ja. Hartelijk welkom vanavond in onze plattelandskeuken de Bokkelstede. We zijn nu 4 maanden open en zijn ooit begonnen met een hele vervallen schuur waarvan we dachten op een verregende wintersport, wat willen we daar nou toch mee? Nou, ik dacht, dit wordt mijn prachtige klusruimte. En Ellen dacht van, ik heb eigenlijk veel meer zin om te koken. Nou, je ziet wie aan het kortste eind heeft getrokken. Het is dus een keuken geworden. Ik kan hier best nog een motor sleutelen, hoor. Ja, dat had ik het liefst gewild. Gewoon de tafel aan de kant. Ja, wat gaan we eten vanavond? En als voorgerecht hebben we een lekkere salade met dressing en wat geitenkaas die nu uit de hoofd komt. Ach, was nou. Handschoenen, handpaniek, stress. Nee, dat gaat helemaal goed. En als hoofdgerecht hebben we een Indiase curry met een komkommersalade met rijst. Wat koriander zometeen erbij om eroverheen te strooien. En het toetje is een zelfgemaakte merengue met wat vruchten eroverheen en een combinatie van yoghurt en slagroom. Voor de rust en de ruimte verhuisden deze twee stadse vrouwen naar een boerderij in het buitengebied van Voorst. Maar hoe integreer je met de boeren en de buitenlui van het platteland? Ellen en Mariette stellen iedere woensdagavond hun plattelandskeuken open. Ze hoeven er niks aan te verdienen. Voor een klein bedrag mag iedereen uit de wijde omgeving komen eten. Alle gasten zitten kriskras door elkaar. Een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Heb je nou een kookopleiding of is het gewoon, goed bedoeld amateurisme? Ja, dat is het. Ja. Okay. Maar wel met het grote voordeel dat mijn moeder kookjuf was vroeger. Nou, hier. Kijk. Nee, en als kind verwend. Even het hele verhaal, hè? Ja, ja. Er waren dus twee dames. Die woonden in Arnhem. Woonden ver weg. Ja, ja, in de grote stad. Ja. Ja. En die liepen looptochten. En dan liepen we het platteland op. En dan gebeurt er iets met je. Oh, wat een rust, wat een ontspanning, wat lekker. We gaan zoeken. We gaan tussen onze twee werkplaatsen kijken of er een boerderij te vinden is die aan alle eisen zeg maar voldoet. Bedankt en tegen uw kijkje mail. Ja. Het punt is, je hebt nu ook Indiase curry. Een Indiase curry met heel veel koriander. Mijn opa was een Groninger, hè? Weet je wat hij zei? Nou. Hagels lag op brood. Ja. Je liep wel gek. Dat eet ik niet. Gaan ze dat wel opeten? Ik denk het wel. Want? Nou ja, een aantal mensen is niet alleen maar uit het dorp. Want dat is natuurlijk toch regionaal gebeuren. Aha. En, dus ik denk dat een aantal mensen het heerlijk vindt en het kent. En voor een aantal mensen zal het nieuw zijn. Is dat niet gewoon uit beleefdheid? Denk ze, de mama Ellen heeft het gemaakt. Ja, maar dat vraag ik wel. Leuk. Ja, dus je doet ook een beetje aan ontwikkeling samen. Ja, we gaan wel een beetje kijken van, is het lekker genoeg? Wat is de grens waarvan je zegt, dat doen we niet? Nou, ik vind eigenlijk, dit zet ik normaal niet op menu. Nee, ik vind echt, dus ik ben eigenlijk, het is ook eigenlijk vanavond toch een beetje een experiment. Als ik wel stoer. Ik ben heel benieuwd. Ja, leuk. Integreren op het platteland is voor Ellen en Mariette erg belangrijk. Maar ze voelden er niks voor om fulltime mee te doen aan de vaste tradities bij geboorte, trouwen en overlijden. Met hun thuisrestaurant geven ze een eigen invulling aan het Achterhoekse Noorberschap. Dat vonden de dames veel leuker. Accepteren ze dat dan, dat je dat op een andere manier doet? Ja, tuurlijk. Of zeggen ze, dat binnen die malle stadse wijven weer? Nee. Weet je, ik heb zelf niet het gevoel dat het contrast zo groot is. Nou, jullie doen meteen heel brutaal. Ja. Je gooit de hele boel open en ze moeten bij jullie komen op jullie voorwaarden. Ja. Ja, jullie bepalen de nieuwe regels eigenlijk. Ja. Maar Mariette. Ja, maar ik denk wel, de allereerste avond dat we open gingen, hebben alle buren uitgenodigd om bij ons te komen eten. Mm. En hebben we gezegd, dit is het concept, zo willen we het doen. Wat vinden jullie ervan? Wat vind je van het eten, maar ook wat vind je van ons initiatief? Maar toen was het al open. Nee, toen was het nog niet open. Oh. Toen kwam de buurt met het cadeau, de Bolkhofstede, wat je aan de voorkant ziet. Een groter compliment kan je niet krijgen. Maar zolang het ook nog vol zit, iedere keer, zal het ook wel meevallen. Dat is een goed punt natuurlijk. Want anders denk ik niet dat we hier... Dan zat hier niemand. Jullie voorzien in een behoefte. Ik denk dat wij voorzien in een behoefte, ja. Heel warm. Oeh! Ja, heel warm. Don't move. Hete soep. Hete soep. Kijk eens aan. Oh, de feest.
dat is ook gebrand. Ja. Oh, ja, met dillen is dat niet veel. Ja. Ah, dat hebben jullie volgens mij je hele leven nog niet gegeten, toch? Ach, kom nou. En gisteren nog uit. Curry? Niet liegen en je neus gloeit. Nou. Je moet nog wat van die koriander erop, het is nog helemaal niet af. Wacht even. Nee, dat hoeft. Ja, dat moet je wel, dat hoort erbij. Dat hoort ook. Dat hoef ik niet. Hoe smaakt dit, Rick? Ja, het is lekker. Vind je het lekker? Ja. Dat is lekker. Proef goed, ja? Wat proef je? Ik ben niet zo fijn proeven. Ja, maar je proeft vast wel iets. Ja. Dat is moeilijk te zeggen. Het is geen spinazie à la crème, toch? Nee, nee. Vind je het lekker? Ja. Ja, heerlijk. Wat proef je nou allemaal? Wat zit erin? Rijst. Koriander. En koriander heb ik net opgegooid. Anders heb je weer van die doppers van hak te pakken. Die eet je de hele week al. Ik heb wel eens een kamfraatpotje, maar dit is lekkerder. Ja. Ellen en Mariette. Ja. Dames en heren, we hebben een compliment binnen. Ik eet wel eens een kant-en-klaar potje, maar dit is lekkerder. Ja. Yes.